Honderden aanhoudingen gisteren bij het klimaatprotest van de actiegroep Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Eerder die dag kwamen activisten in grote getale naar Den Haag om te protesteren tegen overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas. En opmerkelijk, op donderdag werden 6 actievoerders van hun bed gelicht op beschuldiging van opruiing. Bij mij aan tafel, de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Welkom, meneer Van Zanen. Dank u wel. We hebben dat gisteren allemaal gezien. Hoeveel mensen zijn er gearresteerd? Want het gaat om honderden, hè? Ja, honderden. Ja, de exacte getallen, het staat ook nog niet helemaal vast. Ik heb net nog even gevraagd, ze hebben het niet precies, maar enkele honderden. 200, 300? Voor de grote, zeker. Hoeveel mensen zitten er nu nog vast op dit moment? Ik denk de helft. De helft, denk ik. Waarom? Geen idee. Vraag het aan OM en aan de politie. Oké, ja, want u zit in de driehoek natuurlijk met Zeker. De politie en het OM. Ik houd ze niet zelf aan. Nee, dat begrijp ik. Maar bedoel, is er een reden voor... Is er nog gevaar? Geen idee, nee. Ja. Wat u wel weet, eerder afgelopen week, ik zei dat al, werden 6 mensen van Extinction Rebellion van hun bed gelicht. Is dat iets wat in de driehoek, wat ook met u besproken wordt? We gaan dit doen omdat die opruiing toch een heel belangrijk element is in deze demonstratie. Nou ja, in een driehoek bespreek je vanuit je verschillende verantwoordelijkheden wat je gaat doen. Wat vinden de anderen daarvan? Hoe past dat? En ja, ik heb al van begin af aan, want ik ga over die demonstraties. Daar heb ik niks van te vinden. Die heb ik maar te faciliteren. En dat doe ik ook. In Den Haag zijn het er soms 2100, nu 2000 per jaar. Dat zijn er dus heel veel. En dan bespreek je die. En er zijn er een paar zijn er spannend of mogelijk spannend. En deze komt ook langs. En ik beoordeel of ik... ik kreeg in dit geval geen kennisgeving. Merkwaardig, dat vind ik heel beroerd. Hoe bedoelt u? Geen kennisgeving. Je wordt geacht een kennisgeving te geven voordat je een demonstratie gaat houden. Dat wil niet zeggen dat je dan een vergunning krijgt of zo. Ja. Maar je wordt geacht een kennisgeving. Dat is maar u bedoelt, zomaar... Extinction Rebellion heeft geen contact gezocht of geen toestemming gevraagd? Nee, maar dat hoeven ze niet. We hoeven geen toestemming te geven. En sterker nog, ook als mensen spontaan demonstreren, soms is daar ook echt vanwege de actualiteit reden voor. Ik faciliteer ook. Wij faciliteren, maar het gaat onder mijn doft, faciliteren we al die demonstraties, ook als er geen kennis. Maar die kennisgeving is natuurlijk niet voor niets. Kun je je voorbereiden, kan de politie zich voorbereiden, kan het ook op een veilige manier. En slechts in uitzonderlijke gevallen, en dan de wet beschrijft maar 3 elementen, daar mag ik een beperking opleggen. En dat is als er wanordelijkheden zijn of dreigen, als er ernstig gevaar is voor het verkeer of als de volksgezondheid in het gevaar. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En nou terug naar die vraag. En ook het OM. En als dan een strafbare feit, want ja, het demonstratierecht ziet er niet op toe dat je dan zomaar strafbare feiten mag plegen. En het OM is van de handhaving. En ook voorbereiding van strafbare feiten, ja, daar kan tegen worden opgetreden. En ik heb gezegd, ik wil ze niet hebben op die A12. Vind ik levensgevaarlijk. Ja, ik ga niet treden in het OM. Voor mij is het niet verstandig. U hebt mijn vraag nog niet gehoord, geloof ik. Nee. Heb ik nog niet gehoord. U heeft gelijk. Zal ik hem stellen? Maar mag ik dan zeggen, want anders gaat het niet goed. De A12, daar wil ik ze niet op hebben. Dat vind ik gevaarlijk. Mm-hmm. Dus dat heb ik voor gewaarschuwd. Het is al 4 keer gebeurd. Doe het niet. Ja. Doe het niet. En toen heeft het OM ook gezegd, want het hangt altijd samen, heeft verteld, nou ja, wij denken dat het ook het voorbereiden van zo'n handeling, dat vinden wij ook strafbaar, is aan de rechter voorgelegd. En de rechter heeft ook in het gelijk gesteld. Was u het er mee eens dat het OM besloot om 6 mensen van de bed te lichten? Ik heb het er niet mee eens te zijn, maar ik heb er zeer veel begrip voor. Want het is, wat er gebeurt is bijna geen demonstratie meer, maar ontwrichting van de samenleving. We hebben gekeken, dat weet u ook natuurlijk, er zijn heel veel mensen geweest, met name vanuit de actiegroep Extinction Rebellion, die zeggen van ja, maar hoe kan dat nou? Wij doen zoiets en als de boeren naar Den Haag komen of andere demonstraties er zijn waardoor ook de boel stil komt te liggen, dan gebeurt dat niet. Begreep u die kritiek op de autoriteiten van hier grijp je heel hard in? U doet iets wat eigenlijk nog niet vaker is voorgekomen. Preventief worden mensen van hun bed gelicht. Waarom gebeurt dat bij andere demonstraties dan niet die hetzelfde effect hebben? Nou ja, weet u, er is geen enkele demonstratie die dezelfde is als een andere demonstratie. Altijd zijn de omstandigheden, de situatie, het tijdstip, wat gebeurt er nog meer in de stad of in de... Het is allemaal onvergelijkbaar. En iedere keer pas je dat toe en handel je naar bevind van zaken. Alles vanuit het oogmerk dat je
tot het uiterste wilt gaan als driehoek in onze verschillende verantwoordelijkheid om demonstraties te faciliteren. Dat doen we in Den Haag in geen andere plek in Nederland zo vaak als daar. Gaat bijna altijd goed. En maar het is dus niet te vergelijken. In twee, ja, ook ten aanzien van de boeren. Er zijn met Prinsjesdag zijn er 6 trekkers aangehouden. Het is niet zo dat je verschillende maatregelen of verschillend handelt ten aanzien van demonstratie A of B. Want ze zijn onvergelijkbaar. En ik doe het eigenlijk met een blinddoek. Ja, ik ga u toch even er 2 voorleggen. Ja. In 2015 gaat de politie de straat op. Ja, dat doen ze altijd natuurlijk. Maar in dit geval gaan ze de straat op omdat ze een salariseis hebben van een aantal procent erbij. Die krijgen ze niet. En dus gaat er vanuit Noord-Nederland naar Zuid-Nederland gaan de snelwegen niet dicht. Maar de politie besluit om langzaam te gaan rijden. En het land komt dan in een grote file terecht. Het is een aangekondigd optreden, demonstratie. Dat is al een verschil, hè? Tuurlijk. Maar ik vraag aan u, ja, maar dat is een waar ligt de bandbreedte? Waarom mag het gezag zelf wel? Waarom, als je die pet op hebt en in die auto zit, mag je het dan wel doen? En mag Extinction Rebellion het niet doen? Nou ja, weet u, kijk, het is u haalt nu een voorbeeld aan uit 2015. Ja. Ik was er niet bij, ja, wel als Nederlander en als belangstellende krantenlezer. Je bent dan burgemeester van Utrecht. Zeker. Nou, ja. Ik weet niet precies wat toen de overwegingen zijn geweest. Ja. Het is ook zo dat je ervaring blijft opdoen. Dat gold ook bijvoorbeeld voor de boeren. Die heb ik wel mee, meerdere fases. Dus dat je ook... Wat heeft niet u daarvan geleerd bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld dat na 1 of 2 keer heb ik gezegd... landelijk, wat krijgen we nu? Het lijkt wel alsof onder politiebegeleiding de boeren allemaal naar Den Haag. Vang ze op ter plekke. En dat is ook de laatste paar keren gebeurd. Hè. Dat zijn nieuwe dingen. U noemde al 1 verschil. Dat is gewoon aangekondigd of niet. Ook ten aanzien van gisteren. De justitie, het OM heeft met vertegenwoordigers. Want dat is ook een probleem bij dat je geen organisator hebt waar je afspraken mee kunt maken. Wij hebben ook nog op het laatst, gelukkig hebben we met ze kunnen spreken, maar dat leverde niks op. Want wat was het verhaal? Wij willen op de A12 zitten voor onbepaalde tijd tot de regering onze zin geeft. Namelijk die miljarden subsidie eraf en dat is voor u. Ja, maar dat kan. Ja, maar dat. Nee, maar ik mag daar niet over oordelen. Ik vind daar van alles van. Ik ga over het demonstratierecht. En als volgende week een vergelijkbaar, maar hij is nooit vergelijkbaar, een situatie zich voordoet met mensen die diametraal iets, die totaal iets anders vonden wat de mensen van gisteren, dat mag allemaal, hè, vonden, dan moet ik precies hetzelfde handelen. Dan moet ik faciliteren tot ik erbij neerval. Dat heb ik gedaan, terwijl ik liever mijn politie voor andere dingen inzet. En ik leg alleen beperkingen op als het niet anders kan. Ja. En onaangekondigd helpt dat niet. Dus mijn pleidooi is ook steeds naar de toekomst kijkend. Alsjeblieft, laten we het bespreken. Want dit gaat natuurlijk een keer. Stel je voor dat er iets mis was gegaan op de A12. Of dat er toch iemand doorrijdt die het niet zag. Ja, mijn hemel. Dat moet je zo niet hebben. Daar heb ik nog een vraag over. Heeft u overwogen om de ME bijvoorbeeld, of de politie, op de toegangswegen naar de A12 te zetten en zodra de demonstranten daar aankomen lopen, om dan meteen in te grijpen? Nee, maar er is meteen ingegrepen. Want na een half uur is gewoon de politie. Nee, begonnen. Voorkomen. Ja, maar voorkomen, weet u, de demonstranten worden ook geoefend, hè, om geen idee mee te nemen, om je slap te houden. Daar zijn trainingen voor. Hè. Dat heeft ook Vroege Vogels, geloof ik, vorige week radio-uitzending aandacht aan besteed. Om het systeem te ontwrichten, om ook het werk van de politie zo moeilijk mogelijk te maken. Dat heeft niks meer met meningsvorming te maken, maar met doelbewust je zin doordrijven. Ja, dat, en daar vind ik het demonstratierecht voor te misbruiken. Want alles mag. Wij waren dus ook van plan geweest om, dat hebben we ook voorgesteld. Weet je, er zijn allerlei plekken in de directe omgeving waar je wel gewoon kunt demonstreren. Notabene 100 meter verderop het Malieveld. Dat is een topplek om te demonstreren. En ook, want dat was belangrijk, begrepen we, de symbolische betekenis van de plek, namelijk tussen EZ en de Tweede Kamer. Je kunt daar boven langs. Dus het kan best. Maar ja. Het gaat om, wil je overleggen? Wil je het veilig? Dit was onveilig. En de politie heeft zo snel het kon, overigens hulde daarvoor, ingegrepen. En op een vreedzame manier. Van beide kanten, niet, geloof ik. Hè? Zeker. Ja. Zeker. Meneer Van Zanen, nog 1 vraag. Uw pleidooi is duidelijk, of uw verhaal is duidelijk, waarom u heeft ingegrepen.
We hebben hier twee vertegenwoordigers van Amnesty International en Extinction Rebellion. Daar zitten ze. En u heeft ons van tevoren laten weten, ik kom om uitleg te geven van mijn kant, maar ik wil niet met ze aan tafel in gesprek. Nee, waarom is dat? Nou, omdat ik de afgelopen weken steeds heb laten weten, kom in gesprek, doe dat zoals altijd, wilden ze niet. Aldo, expliciet. Briefje geschreven, opgeroepen. En nu wilde ik het. Volgens mij was dat ook de bedoeling, dat ik kwam uitleggen en ook aan u kwam vertellen hoe het is gegaan. Ja, en nu ga ik niet op televisie dat doen, dat gesprek, wat ze niet wilden. Dus daar had ik geen zin in. En ik zal, als ik zo, ik zit straks daar en dan zal ik braaf met z'n hand. Ik heb ze ook net een hand gegeven. Er is niks aan de hand. Maar ik vind dat je ook een beetje in je afspraak moet houden. Geldt ook voor u, toch? Dus ik doe dat ook. Zeker, maar ik wil het even aan het publiek uitleggen. Zeker. Want het is opmerkelijk dat u hier bent en dat we niet het gesprek samen voeren. Ja, en daarom vraag ik het even. Ja, zeker, want het is ook opmerkelijk. Ik weet ook hoe het zou zijn gegaan. Want eerst was de afspraak dat ik hier zou komen. Ja. Je meent, dat was gewoon afgesproken. Daarna heeft u gezegd, doet u dat niet? Toen heb ik gedacht, weet u wat er dan gebeurt? Hij wilde niet eens komen. Dus ik dacht, ik kom gewoon om het te vertellen. En ik ga straks graag in gesprek, maar ik heb uitgelegd, ik had liever in het vooronder, had me een heleboel politiecapaciteit gisteren gescheeld en had ook mensen die graag naar Den Haag via de A12, had het ook mooi geweest. Dus de goede hoor. Ja. Meneer Van Zamen, ontzettend bedankt dat u hier was. En we gaan natuurlijk uw zaken voorleggen aan de gasten die daar nu zitten. Gerbrecht Klos, medewerker van Mensenrechten bij Amnesty International, en Hanna Prins, actievoerder bij Extinction Rebellion. Dank u wel voor uw komst. Goed, beide welkom. Gerbrecht Klos en Hanna Prins. Jullie hebben meegeluisterd naar burgemeester Jan van Zanen. Nou, zijn eerste opmerking is natuurlijk, waarom heeft Extinction Rebellion zich niet gemeld bij ons en dan hadden we het makkelijker kunnen laten verlopen? Nou, ten eerste was onze demonstratie al weken, zo niet maanden bekend wanneer, hoe laat en waar we zouden zijn. Er is een brief gestuurd naar Rijkswaterstaat. Maar ja, we hebben wel eens vaker dat we een kennisgeving hebben gedaan en in gesprek zijn gegaan. En dat leidt gewoon niet tot de manier van actie voeren die wij willen. Want dan, heel aardig, dank u wel dat we op het Malieveld mogen staan. Daar worden we niet gehoord. Dat hebben klimaatdemonstranten al gedaan. Dat werkt niet meer. Deze crisis is zo groot dat het vraagt om burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus dan moeten we maar naar de A12 toe. Ja, en heel even, de rechter heeft het natuurlijk verboden. Er is een uitspraak over gedaan. De A12, zegt de burgemeester, is hartstikke gevaarlijk. Voor je het weet, rijdt er iemand door die niet goed ziet hoe de situatie is. En dan moet ik als gezagvoerder ingrijpen. Want we willen natuurlijk geen ongelukken daar. Nee, en wij ook niet. Dus we zijn heel blij dat de politie ons ook goed faciliteert vaak in ons recht om daar te staan als we aan het demonstreren zijn. En ik ben er de afgelopen 4 keer bij geweest en het gaat echt uiterst vreedzaam. Er zijn zebrapaden en die worden dan afgezet. En dan stappen mensen gewoon heel rustig de A12 op en dan lopen we die bak in. U ook? Ja. Gearresteerd? Klopt, ja. Lang vastgezeten? 4 uur ongeveer vastgezeten. Ik vroeg aan de burgemeester, hoeveel mensen zitten er nu nog vast en waarom? Weet u dat? Ja, er zitten nog 2 mensen vast en er zijn meer dan 720 mensen in totaal gearresteerd. 720? Ja. Ja, u bent, u kunt ook zeggen de juridische woordvoerder van Extinction Rebellion. U studeert rechten hier in Amsterdam aan de VU. Ja, strafrecht zelfs. Dus dat laat ook maar zien. Ik neem het ook niet licht op om gearresteerd te worden. Ik heb er echt goed over nagedacht. Hoe vaak bent u al gearresteerd? Ik denk meer dan 13 keer, zoiets. Heeft u een strafblad? Nee, want tot nu toe is alles geseponeerd. Oké, dus die last draagt u niet. Gerbrecht Klos van Amnesty International. Staat u ook op de A12 gisteren? Amnesty-medewerkers waren gisteren zowel in de tunnelbak als het gebied daaromheen aanwezig. We waren met 11 mensen, totaal. Ja. Ja. Gearresteerd ook, of niet? Nee, zeker niet. Waarnemers hebben onafhankelijke waarnemers, zoals dat is de rol die Amnesty vervult. Daarom waren wij gisteren daar. En journalisten, die moeten heel goed kunnen zien wat er gebeurt. En mogen dan ook op gebieden staan waar anderen op dat moment al niet meer mogen komen. Dus Amnesty-waarnemers zijn tot en met de laatste arrestatie in de tunnelbak geweest. En ik stond van boven te kijken. Ja. Ja. Nou, Amnesty heeft eerder een rapport uitgegeven waarin stond dat het slecht gesteld is met de demonstratievrijheid in Nederland. Nu even over gisteren, specifiek. Ja. Ja. Ik stelde net de vraag aan de burgemeester van waar preventief onder het hoofdstuk opruiing 6 mensen arresteren. Heeft u dat eerder meegemaakt in Nederland? Nee, wij hadden daar, dat was voor ons de eerste keer dat we daarover hoorden. Dat voor een oproep voor een vreedzame demonstratie, waarbij de weg wordt geblokkeerd, mensen preventief gearresteerd zijn. We hebben dat een paardenmiddel genoemd eerder deze week. Dat is een hele verregaande maatregel. We begrijpen natuurlijk dat er veiligheidsrisico's zijn als je op de snelweg stapt en daar een blokkade organiseert. Dat ziet iedereen.
Maar de vraag is wat je dan kan doen om daarop in te grijpen. En de redenering is: het demonstratierecht beschermt in beginsel elke vreedzame demonstratie. En dat betekent niet, dat is geen onbegrensd recht, dat er niet op ingegrepen kan worden. Alleen dat kan alleen als met het lichtste middel. Dus bijvoorbeeld het verkeer omleiden. Matrixborden programmeren, zodat het verkeer gewaarschuwd is. Het was een publiek aangekondigde actie. Maar als de burgemeester nu is er preventief zegt, sorry dat ik u, ingegrepen. Ja, als ik, u, ik ja, mag u even onderbreken. Als de burgemeester zegt van ja, maar dit is nu deze demonstratie. Maar ik ben bang in de toekomst, als dit doorgaat, het escaleert, het uit de hand kan gaan lopen. En dat er ongelukken gebeuren of slachtoffers bijvallen. Nou. Van vreedzame demonstraties en demonstranten gaat in beginsel geen veiligheidsrisico uit. Nou, tenzij ik op de A12 rij en niet helemaal door heb dat daar plotseling mensen op maar de weg lopen. Als je zomaar de weg op zou lopen zonder dat je dat aan zou kondigen. Ergens waar het verkeer een hoge snelheid heeft, het is nergens gecommuniceerd. En je rijdt, gaat er opeens een voertuig tot stilstand brengen. Dat is ook helemaal geen demonstratie. Nee. Daar is het. Want dan ontstaat er een acuut onveilige situatie. Is er sprake van? Dat is hetzelfde als met bedreigen. Dus er wordt ook vaak een vergelijking. Ja, we hebben de boerenversie. Allerlei vormen van bedreiging die we zien in de context van demonstraties, dan vervalt onmiddellijk de beschermwaardigheid van het demonstratierecht. Geldt alleen voor zover er sprake is van een vreedzaam protest en een vreedzame meningsuiting. Toch leg ik u nog even voor. Ja. 2 weken geleden 4 klimaatactivisten veroordeeld. Ja. De rechter die heeft ernaar gekeken. Het vonnis was schuldig. Ja. Dus de rechtsstaat werkt daar. Of zegt u, van, ben ik het ook niet mee eens met die uitspraak van de rechter? Inmiddels is een hoger beroep aangekondigd. En we verwachten die ook veel, te winnen. Veel interesse kijkt Amnesty naar de beoordeling daarvan in hoger beroep. Als ik nog even... Ja. Dat gewoon mijn vrienden, die gewoon vreedzame demonstranten zijn, van hun bed worden gelicht, is toch echt ongelooflijk. Voor het organiseren van een vreedzame demonstratie. Ik en met mij heel veel andere klimaatactivisten hebben de afgelopen week elke nacht gedacht, word ik morgenochtend wakker door de wekker of door een arrestatieteam dat in mijn slaapkamer staat. Maar dat is natuurlijk precies wat we niet moeten willen. Dat mensen bang zijn om zich uit te spreken. Dat is dat zogenaamde chilling effect, dat afschrikwekkende effect, wat uit kan gaan van ingrijpen met het zwaarste middel, in dit geval dus preventieve arrestaties. Denkt u dat het daarom gebeurd is, dat er bedacht is door het OM, als we mensen arresteren op voorhand, dan komt er niemand daag erop op zaterdag op die A12, dan zijn we er vanaf? Die redenering die is niet houdbaar. Je mag niet mensen afschrikken. Burgers in dit land die zich willen uitspreken gezamenlijk met anderen, voor welk doel dat ook is. En dat doet er niet toe of je tegen coronamaatregelen demonstreert, tegen het recht op abortus of daarvoor, of in dit geval aandacht vraagt voor de klimaatcrisis. Je moet dat recht hebben. En daar moet je juist niet je angstig over voelen om je vreedzaam... Heeft het niet precies het tegenovergestelde effect gehad? Want er is enorme media-aandacht geweest voor uw acties. En ik begreep 7 gebiedsverboden, 100 nieuwe aanmeldingen. Als er 7 mensen niet mogen komen, dan staan er 100 nieuwe mensen op die zeggen, dit is zo belangrijk, ik ga daarheen. Ik ga ook voor het eerst van mijn leven mezelf laten arresteren. Benedikte Fiek was er voor het allereerst bij. Advocaat. En die heeft gewoon gezegd van, we verkeren ons echt in een klimaatnoodtoestand. Ik weet als advocaat wat het is om gearresteerd te worden, en toch ga ik hier aan meedoen omdat ik dit zo belangrijk vind. Ja. Heel even gechargeerd gezegd. De afgelopen jaren werd er vaak over Extinction Rebellion gezegd. Dat zijn een beetje de gekkies van Nederland, en die plakken zich vast op een knooppunt in het verkeer of aan een schilderij. En gisteren zag je plotseling dat er sommige mensen van naam en faam, zoals u zegt, daarbij aanwezig zijn. En ik begreep ook van mensen die erbij waren, dat er ook families opdoken, ouders met hun kinderen. Ik geloof dat uw ouders er ook waren. Ja, mijn moeder was er om te komen zwaaien vanaf boven. Ja. Klopt het dat er ook mensen gearresteerd zijn, de jongeren, samen met hun ouders? Ja, klopt. Dus we zien nu dat steeds meer mensen denken van, huh, we zitten in zo'n grote crisis, ik ga ook maar eens iets doen. Ik heb ook op het Malieveld gestaan, we hebben petities ondertekend, ik ben naar de klimaattop geweest, het heeft allemaal niet gewerkt. Maar zegt u dan dat de acties van de burgemeester en de officier van justitie en de politie u geholpen hebben om enorm veel aandacht te genereren voor de kwestie waar het om draait, namelijk klimaatopwarming? Ja, wij zijn al jaren bezig zelf met iedereen te mobiliseren, maar dit geeft wel een extra steuntje in de rug. Dus u bent wel blij met wat er gisteren gebeurd is? Nou nee, want ik vind het heel zorgelijk dat in een rechtsstaat er mensen van hun bed worden gelicht voor het organiseren van een vreedzame demonstratie. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat we weer even op de agenda staan. Dat mensen denken, hé,
Waar gaat het eigenlijk over? Hoezo gaat er eigenlijk meer dan 48 miljoen euro per dag naar die fossiele bedrijven? En daar ging het u om. Wanneer is de volgende actie en hoe ziet die eruit? Eerst moet denk ik iedereen eventjes tot rust komen. En dan gaan we weer echt een nieuw groot burgerlijk ongehoorzaam protest organiseren. Want het is gewoon vaak achteraf gebleken dat het nodig is. Ja. Twee mensen hier in deze studio hadden misschien niet mogen stemmen als dappere vrouwen niet de straat op waren gegaan. Zo ziet u het, als een emancipatiebeweging. Ja, als Rosa Parks niet was blijven zitten in die bus, wie weet of zwarte burgers dan nu overal in de bus hadden mogen zitten. Wat gaat u morgenochtend doen? Formeel strafrecht tentamen maken. Aan de Vrije Universiteit? Ja, moet ook gebeuren. En na afloop nog even toch een kopje koffie met de burgemeester van Den Haag? Nou, dat zou ik graag doen. Heel graag. Toch? Dat is toch een beetje de Nederlandse traditie, ja. Dat je met elkaar spreekt over problemen, of niet? Dank u wel voor uw komst allebei. En meneer Van Zaan ook natuurlijk. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.